wat leuk aan is, is het is individueel, weet je. Het ligt gewoon aan jou of je wint of niet. Weet je, het is geen teamsport. En ja, je moet het gewoon zelf doen. Dat vind ik zo leuk aan kickboksen. Zaterdag moet hij knallen. Mega knallen tijdens het kickbox-event van Glory in Ahoy, Rotterdam. De 34-jarige Murat Aygün uit Enschede. Ik was 14 jaar toen ik begon met boksen. Dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen, mijn neven, die deden al kickboksen. Dus ik zag het van hun. Ging ik overstappen naar kickboksen. En sinds 16 ben ik een kickbokser. Waarom ben jij gestart met boksen en ben je niet op voetbal gegaan of zo? Ik ben eerst begonnen met voetbal eigenlijk, toen ik heel jong was. Maar dat kon je niet zo goed? Ik kon het eigenlijk, ik vond dat ik het heel goed kon, alleen ik kwam niet in de selecties, zeg maar. Toen dacht ik, ik ga wel iets doen wat ik beter in ben. Daarna ging ik eigenlijk boksen. Wanneer ben je goed? Als je wint. Wanneer ben je goed, zeg toch? Ja, als je wint. Ja, als je je best doet om te winnen. Hoe word je goed? Ja, je moet sowieso sportief leven, veel trainen, goed op je voeding letten, op je slaap letten, weet je, zoveel dingen kijken bij. Dus om goed te zijn moet je echt perfect gaan trainen. Jij bent 34 jaar. Ja. Hoe ziet jouw week eruit? Doe jij fulltime kickboksen of werk je er nog bij? Of hoe gaat het? Ik doe ook beveiliging, maar zeg maar, wanneer ik wedstrijd heb, dan focus ik me alleen op mijn wedstrijd. Dus nu al 1,5 maand ben ik alleen maar gefocust aan mijn wedstrijden. Dus dan werk ik ook niet eigenlijk. Maar als ik 1 keer per jaar wedstrijd krijg, dan moet ik daartussenin wel werken natuurlijk. Maar nu 1,5 maand ben ik 2 keer per dag gaan trainen. En wat voor training doe je dan? Kickboksen en dan kracht of conditie. Komende zaterdag heb jij jouw eerste Glory-event. Hoe ziet de week voor het evenement eruit voor jou? De week ervoor is het echt niet heel veel, weet je. Dan moet je veel rusten, want daarvoor hebben we echt alles gedaan. En de laatste week doen we echt alleen een beetje scherp worden, dus een beetje petsen. Dus eigenlijk een beetje rusten naar de wedstrijd toe. Voeding? Ja, voeding moet altijd goed zijn. Slapen? Slapen altijd, 100%. Slaap is eigenlijk het meest belangrijke, vind ik, bij jouw training, zeg maar, schema. Neem ons eens mee in de wereld van kickboksen, want jij staat nu onder contract bij Glory. Zij organiseren kickbox-evenementen, gala's. Heb je ook een bond? Hoe werkt zoiets? Ja, je hebt zoveel organisaties eigenlijk. Hiervoor zat ik bij een andere grote organisatie, One Championship. Maar zoals ik zei, die gaven maar 1 keer per jaar wedstrijd. Dus ja, zo kwam ik niet verder. En toen kwam Glory met een mooie aanbod. Dus heb ik het gelijk aangenomen. Weet je? En Glory geeft dan wel meer kansen aan een vechter, zeg maar. Maar puur als evenement. Je hebt niet zoals met voetbal dat je een competitie hebt. Nee, het is gewoon puur met evenementen. Je hebt ook sowieso competitie. Want je hebt nu een 4-mans toernooi. Wie dat wint, mag straks de titel vechten. En in december heb je 8-mans toernooi. Dat is ook eigenlijk een competitie, vind ik. Weet je? Dus je hebt wel competities natuurlijk. Maar je hebt heel veel bonden. Maar ja, je hebt 2 grote organisaties. Dat is dan een van de Glory. Jij hebt al heel veel wereldtitels op je naam geschreven. Ik heb inderdaad 5 keer, ik ben al 5 wereldkampioen van verschillende bonden. Maar zoals ik zeg, je hebt bepaalde bonden waar je kampioen van moet zijn. En dan vinden ze je echt een kampioen, snap je? Dus als ik hier een kampioen word, bij Glory? Moet iedereen wel een kampioen nemen. Dan is het heel goed dat ik jou nu geïnterviewd heb, want dan ken ik een hele bekende kickboxer. Ja, inderdaad. Wanneer gaat dat gebeuren? Ik hoop het zo snel mogelijk. Maar? Dan als ik deze toernooi win, ben ik in december kampioen. Kickboksen is en blijft populair in Nederland. En dat merken ze ook hier in Weersloo bij Bodykicks. 2 keer hoek, voorste arm, cross, duwknie. Je mag zelf weten met welk been je de duwknie doet. Cross. Hoe populair is kickboksen? Op een schaal van 1 op 10? Ja. 8 of 9 denk ik. Oh, zo populair? Ja, jawel. Ja. Is dat altijd zo geweest? Nee. Het is eigenlijk sinds de tijd van Rico Verhoeven, is het wel wat laagdrempelig geworden voor de algemene sporten, denk ik. En het wordt heel erg gehyped, ook in het westen van het land, met conditionele prikkels. Mannen- of vrouwensport? Beide. Ja, maar beide. Als je hier ziet? Nee, nog steeds wel beide. Kijk, tuurlijk, er zijn wel meer mannen nu, maar vrouwen vinden het net zo lekker na de tijd. Dus echt, het geeft heel veel voldoening, het is heel hoge cardio en het is heel technisch. Dus je kunt of heel technisch en tactisch gaan, zoals je in de training net hebt gezien. Nu is het vooral conditioneel. En dat vinden ook heel veel mensen lekker. En Ja, het maakt helemaal niet uit wat voor geslacht. Echt niet. Ga! Tempo gaat omhoog! Ga! Harde stoten, sneller bewegen! Ga! Hoe lang doe jij al aan kickboxing? 2 jaar al. En waarom? Ja, lekker energiek wijskunst. En ik haal er echt wel heel veel plezier uit. En dat ik na de tijd ook echt het gevoel heb dat ik lekker wat gedaan heb. Wat is er leuk aan kickboxing? Je kunt heel diep gaan. Dieper dan bij andere sporten. Oh, vertel. Ja, conditioneel hè. Het is een combinatie kracht en conditie, denk ik. Kan iedereen het? Ja, conditionele training is sowieso. Maar je moet er wel van houden. Kijk, als je niet van fysieke sporten houdt en je vindt het ook niet fijn om die zweethandschoenen aan te hebben, ja, dan is het niet voor jou. Maar of iedereen het kan, ja. Ik denk dat bijna iedereen het wel zou moeten kunnen, maar het is maar meer de vraag of ze het ook willen. Voorste, achterste, opstoot, directe of de achterste, voorste. En de combinatie blijft gewoon hetzelfde. Dus nog steeds 2 keer directe, opstoot, directe. Ja? Even inhoeven met elkaar, 5 om 5 en gewoon zelf even wisselen. Oesh. Als trainer, hoe leuk is het om te trainen? Heel leuk. Werken met mensen is leuk. En of dat nou kickboxing of fitness of wat dan ook is, dat maakt niet zoveel uit. Maar het kickboxing is een heel leuke sport en dat te kunnen delen met mensen is fantastisch. Okay. Murat Aygün is er klaar voor. Goed getraind, rustig in zijn hoofd en op gewicht. Ik ben een zwaargewicht. Okay. Ik ben nu zelf 112 kilo. Hoeveel ik vind procent is daar spier van? Ah, het is niet zoveel. Okay. Dus, ja, het is wel spier natuurlijk, maar zoveel vet zit er ook niet aan. Maar het is gewoon 50-50 zeg maar. Okay. En dan straks die wedstrijd, ben je dan zenuwachtig? Sowieso heb je altijd zenuwachtig. Je hebt gezonde zenuwen, noemen we dat dan. Weet je, totdat je de eerste stoot krijgt, is de zenuw helemaal voorbij. Oh echt? Ja, totdat je zeg maar, in de ring, voel je hem nog een beetje. Maar als de ring gaat, bel gaat en je geeft de stoot of je krijgt de stoot, dan ga je ervoor. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Dan is het gelijk omschakelen en probeert de partij te winnen. Hè? Maar heb je dan nog enigszins respect voor wat er voor je staat? Tuurlijk, ja, ik heb altijd respect voor mijn tegenstanders, dat sowieso. Maar ze gaan wel onderuit. Maar dan gaan we nu gaan doen of zo, nee natuurlijk niet. Nee, dat ga je niet doen, want hij wil jezelf ook neerhalen. Weet jij wie je tegenstander is? Ja, wat ik heb gehoord is dat hij een talent is. Voor de rest heb ik niet veel over hem kunnen vinden op YouTube, dus... Wat is je allergrootste droom op het gebied van kickboksen? Ja, op dit moment gewoon Glory kampioen worden. En dat gaat lukken? En dat gaat, ik hoop zo snel mogelijk. Je weet niet op wat voor termijn, maar het gaat sowieso lukken? Het gaat sowieso, ja, 100%. Zo, kijk, ik ben 5 verschillende bonden. Deze zei ik hetzelfde, ik wilde kampioen worden. Ik ben het ook gewoon geworden, zeg maar. En die gaat het ook lukken. Komende zaterdag gaat het gebeuren en het kickbox-event is te volgen via YouTube en Videoland.